producties. Skippy, roef, monster. Ik zat thuis voor de buis, met Shines heb hier gerekend. Toen hype kon er niet bij zijn, die was met zijn chick uit eten. Er was niks te beleven, tv had ik ook niet veel gekeken. Maar één ding was zeker, ik was zwaar toe aan daten. Dus meteen naar de computer, www.chat. Hun motto was zoveel daten als je betalen kunt. Echt snel registreren, maar u weet hoe dat gaat. 100.000 vragen, plus mijn computer was fucking traag. Namen, Demon, alias Kink in mijn grip. Oftewel de meningsspreker, aka de vent die de kick. Adres? Nou ja, daar ben ik nog mee bezig. In een woonplaats, ja, dat zijn dus eigenlijk twee steden. Ik noem het het zieke zuiden, waar vrede sprekers leven. En waar heet geklede dames zich nooit een avond vervelen. Wat is je leeftijd? Zeg ik niet. Huisdieren? Heb ik niet. Werk ken ik niet. E-mail? Check ik niet. Eens kijken, hobby's? Yep, schrijven en behalve rappen zit ik graag op het terrasje met maten meiden te checken. Opleidingen? Nee, daar blijk ik nooit in te slagen. En rook je? Als een stoomboot tijdens Sinterklaasdagen. Wat voor kleren dragen? Gewoon wat ik kan betalen. Vaak een promotieshirt, want die krijg ik meestal wel gratis. En waar hou je niet van? Tegensprekende vriendinnen, beter weten ze niet drinkers, lege schedels en diepzinnig. Heb je nog opmerkingen of zo? Nou ja, ik drink graag en een gesprek bij mij is net alsof je iets aan een kind vraagt. Verder ben ik een droomgast, peace, punt, verzenden. Eén druk op de knop en je kent me. Ik dacht ik plaats een mooie advertentie, maar niemand die reageerde. Niemand die mijn dode hoop nog wilde reanimeren. Anticiperend blijf ik proberen keer op keer. En nooit een keer gaat deze kerel weer heerlijk te keer. Ik dacht ik plaats een mooie advertentie, maar niemand die reageerde. Niemand die mijn dode hoop nog wilde reanimeren. Anticiperend blijf ik proberen keer op keer. En nooit een keer gaat deze kerel weer heerlijk te keer. En ja, 7 dagen later had ik eindelijk geluk. Ik kreeg een mailtje van Nicky, ik stuurde meteen een terug. Ze schreef ik ben Nicky en zo geil als de pest. Ik had zoiets van damn yo, ik ben benieuwd naar de rest. Ik stuurde haar mijn MSN naam, ze meldde zich aan. En net toen ik op wilde staan, sprak zij me in één keer aan. Hoi, ik zag je profiel en wil je graag een keer ontmoeten. Wat dacht je van vanavond in de Repelsteel? Doen we, ik had nog tijd om te douchen en mijn ballen te scheren. Dus ik had een handen klaargelegd en ik pakte mijn kleren. Toen ging de bel, het bleek Shine te zijn. Hij zei bereid te zijn, mee te gaan met mij naar straat. Maar zijn maar eenmaal aangekomen, wist ik niet meer wie ze was. Ik bedoel, ik wist toch helemaal niks van die chick af. Nou ja, behalve dat ze Nicky heette. Hey DJ, mag ik je microfoon heel eventjes lenen? Dank je, ging op de bar staan. Riep haar naam en Shine zei, daar komt iemand aan. Jou was ik maar nooit gegaan. Er stond ineens een kerel voor me in een minirok. Ah, je lekker ding, jij bent die demon toch? Ik zei ja, maar ik zoek Nicky en toen zei die, dat ben ik. Mijn gast, jij hebt de pik. Ja, eigenlijk heet ik Nick. Ik flipte, begon te nekken en ben hem meteen gesmeerd. En deed het via het net, dat ben ik meteen verleerd. Ik dacht ik plaats een mooie advertentie, maar niemand die reageerde. Nou ja, één, maar die telt niet, dat was een kerel. Anticiperen, blijf ik proberen keer op keer. En nooit een keer gaat deze kerel weer heerlijk te keer. Ik dacht ik plaats een mooie advertentie, maar niemand die reageerde. Niemand die mijn dode hoop nog wilde reanimeren. Anticiperen, blijf ik proberen keer op keer. En nooit een keer gaat deze kerel weer heerlijk te keer. Ik dacht ik plaats een mooie advertentie, maar niemand die reageerde. Niemand die mijn dode hoop nog wilde reanimeren. Anticiperen, blijf ik proberen keer op keer. En nooit een keer gaat deze kerel weer heerlijk te keer. Ik dacht ik plaats een mooie advertentie, maar niemand die reageerde. Niemand die mijn dode hoop nog wilde reanimeren. Anticiperen, blijf ik proberen keer op keer.